de naam Hobbysport in het leven geroepen. Dan Tom Deer, een schone week. Nou, ze zijn ze alle machine van Arie en Hans. En die hebben ze kunnen winnen. Het team volgende week doorgescoren. Op het juiste moment teruggeschakeld met de Heilo, zoals dat komt er een waarschuwing. Ja, de El Molo, Frankie Mol. Vanuit de Schoneweer. De winnaar van gisteravond. Gisteravond ging je met de grootste beker naar de 3 centimeter. 3 centimeter verschil met de nummer 2 gisteravond. Gisteravond hebben we, ik zei, 3 centimeter verder van ons, de nummer 2. De Mali is een procentje op 20 teruggeschakeld. En ook de schakelen moet weer gebeuren op het juiste moment. En gisteravond ging het allemaal super. Niet teruggeschakeld. Of hij stond natuurlijk. Dus dat moet allemaal origineel blijven. Ook dat staat weer geschreven in het reglement. Danny Engels, wat doen we dan beginnen? En we gaan kijken wat hij zo meer wat hij ons gaat brengen. En ook met de handjes omhoog gesloten, die hebben we ook tweede. Marcel Marcos, onze ballenboer. Onze ballenboer uit Bruchtenveld in de buurt van Hardenberg. Marcel Marcos, de volkoel. Ik zeg het al, onze ballenboer in Bruchtenveld. Nu weer om lopen. Meter 66. Kijk, luister en vooral genieten van de combinatie. Heel snel teruggeschakeld, maar wat een vervolg. We zagen het toerental, tenminste we horen het toerental. Joris Kegeling. Ja, ook weer wel, het verloren
stadgroep van onder even aan Tom Hobbysport. We gaan kijken naar de lumberjacks. De combinatie is neembaar ietsje zwaarder te doen achter. Sinds een aantal wedstrijden reden met grote pre-achterbanden. Vol Nederland Duurse in de eerste wedstrijden. Ja, ja, Marcel kijkt achterom. En ik weet dat er gerend moet worden. En al team Hootje Tootje. De vaste team heeft een nummer van Rob de Bloem af en Gert Wissing. Dat is Rob op de bocht van Beven Bos. Van de team die heeft die. Ja. Danny Engels. Danny, wat is gewoon weer? Snelheid maken.
draaien die hebben, maar dat hier vervolgens op de gezin worden. We hebben live vertorken van conculera's. We worden gestreden op het scherpst van de steden. Maar dit is ook een hele mooie, lopende, supersterke combinatie. Ja, de combinatie van Nick Holzhammer, nog gereden door Tim Kersten. Dat is een medal. Tim die zit er nu op 93,11. Dan stoel je met een turbo, een iets kleinere turbo onder de motorkap. Kijken wat dat gaat brengen. Vandaag testen, stappers testen. Ja, nu weer terug. Ja, net voorbij de voetbalwijk. Heel veel moeite met de snelheid maken. Moest heel snel terug. En toen het motor weer bovenop kwam, weer snel opschakelen.